ben Soda, ik kom uit Kroatië, ik ben 31 jaar, profbokser. Ik geef bokstraining. Ik heb in totaal 46 wedstrijden gebokst, waarvan ik 11 op knock-out heb gewonnen en 7 verloren. Mijn naam is Frank, ik ben 28 jaar, ik kom oorspronkelijk uit Slagharen in het plaatsje Overijssel. Ik werk voor de IG-groep in Amsterdam. Ik heb 6 wedstrijden gebokst, 3 verloren, 2 onbeslist en 1 gewonnen. Ik ben Michael, ik ben 24 jaar, ik kom uit Amsterdam. Ik werk als gastheer. Ik heb 10 wedstrijden gebokst, waarvan 6 gewonnen en 4 verloren. Helaas was het niet in de ring. Op straat was het altijd te raak. Ik was geen brave jongen. Nee, ik was gewoon. Ik knok altijd en ik. En ik denk dat dat ook een beetje spel heeft meegespeeld in al die tijd. Want ik. Je wordt ouder, je wordt volwassen en dan. Ja, je moet wel dat energie ergens kwijtraken en je hebt je wel in je. Come on! Ga nou werken, keertje. Nou, kom op. Heel goed, dat is mooie counterstoot. Michael. Ja, die Michael is net begonnen. Maar het is ook een iemand die graag wil. Niet dat wil maken, dus dan. Dan ga je die grenzen verlengen. Dan ga je dan ga je maken. En. Het is een jongen die. Heel fanatiek. Altijd aanwezig en ook heel nieuwsgierig, wil dingen uitproberen, altijd doen, meedoen en vragen stellen, waarom dit, waarom dat. Ja, hij heeft in zich, hij kan het dingen zien. Frank is doorzetter, hij kan het goed doorzetten. Ook heel vermoeiend. Combineren met zijn werk. Weet je. En die heeft dan al een jaartje, voordat hij bij mij kwam, heeft gebokst. Die heeft zijn technieken en goede overzicht. Dus gewoon een leuke jongen. Heel positieve karakter, weet je. Heel vrolijk, altijd heel goed door. Een beetje hard werken, altijd hard trainen. Dat is hem. Ja, Soda is een speciaal persoon. Hij heeft een hele harde jeugd gehad in Kroatië. Hij is, heeft in internaten gezeten en dergelijke. Hij is gewoon heel hard. He does it the hard way. En ja, ik denk dat ik dat wel nodig heb. Ik ben soms heel laks. En ik denk dat het voor mij wel goed is. Een goede, pittige trainer. En ik accepteer het ook van hem. Dat is wel, ik vind het een goed persoon. Ik mag graag met hem trainen en zo. Dat geeft mij gewoon een stuk realiteit mee. Van, hey Frank, je hebt gewoon geluk met een goed stel hersens. Doe er wel goed mee, zeg maar. Ga werken en zo. Wees niet laks. En andere mensen die hebben niet zoveel geluk gehad als jij. Hij was nog gevoelig, weet je. Oké. Je moet het toch even doen, hè. Toen is het laatste wel groeien. Maar ik denk niet dat hij... Hij is eruit. Ah, ja, hij is eruit. Hij gaf een goede dreun op mijn rechts. Bang. Op elkaar. Maar gingen jullie sparren? Ja. Maar als ik nou zeg lichaamsparren, dan is het lichaamsparren. Als ik niet in de gaten kan houden, dan gebeuren deze dingen. Ik moet wel controle over jullie hebben. Ja. Dat is gewoon lullig. Het is de tweede keer, maar het is de eerste keer dat het op een training gebeurt.
wat ik eigenlijk doe is, ik ben zeg maar trainee hier, verschillende opdrachten gedaan. Op het moment hou ik me bezig om het contract te beheren. Je moet specifieke avonden moet je trainen, dus je bent ook wel wat planmatiger bezig zeg maar. En als ik fit ben, dan voel ik me beter. Ik kan me makkelijker zeg maar, bepaalde situaties van me afzetten en dergelijke. Ik vind wel dat ik leuk werk heb. Ik heb leuke collega's, leuke mensen met wie ik samenwerk. Ja, ik kom uit een heel normaal gezin. Ik ben wel, zeg maar, wel een plattelandse jongere. Mijn jeugd, ik ben vroeger kaderpatiënt geweest, dus ik ben wat beschermd opgevoed, zeg maar, omdat ik vrij vaak ziek was. En een leuke jeugd gehad. Ik mocht heel veel van mijn ouders, heel vrijgelaten. Ik was een lief jochie. Ten eerste gaat het redelijk goed met mijn neus. Ik heb er niet echt veel last van. Gisteravond een klein beetje hoofdpijn gehad. Dat is nu over. Maar zoals jullie gezien hebben, kreeg ik een goede linkse directe op mijn neus. En toen brak ik hem. Dus. maar dat kan gebeuren. Mijn beroep op dit moment is gastheer bij een nachtclub. Ik open de deur voor de mensen en ik leg een beetje uit wat de bedoeling is van binnen. En een normale dag. Nou, het begint eigenlijk elke dag vrij rustig. Lekker rustig aan ontbijten. Niet te gehaast, vooral niet te gehaast. Een beetje opruimen. En dan ga ik lekker met de hond naar het Vondelpark. Dit jaar april werk ik hier 2 jaar. En ik heb een hele tijdje een beetje gewoon op de achtergrond gehouden. Mensen kunnen daar toch raar op reageren. Het zit twee kanten van het verhaal. Mensen die kunnen heel negatief aan kijken, zeg maar. En mensen die kijken echt tegen je op. Als je trainer bent, word je heel vaak geconfronteerd met je zwaktes en dergelijke. Je moet echt constant doorzetten dat soort zaken. Het geeft me ook een stuk bewustzijnsgevoel van wie ik eigenlijk ben. Sport. Je doet echt iets wat je als normaal mens niet echt zou gaan doen, zeg maar. Je gaat iemand ga je slaan. Dat doe je in een normale leven, doe je dat gewoon niet. En je gaat ook de ring in en je weet ook dat je geslagen wordt, dus je hebt angst. Als ik zeg maar de ring in ga, dan heb ik gewoon angst. Maar toch ga je de ring in. Nou, ik ben opgegroeid min of meer zonder familie. Alles zelf gedaan, vaak op de straat gewoond, op de straat geslapen. Veel drugs gebruikt, veel alcohol gebruikt. En ik vond boksen vond ik een hele goede manier om het een positieve wending aan mijn leven te geven. Dus daarom ben ik gaan boksen. En ik denk dat veel meer mensen moeten gaan boksen omdat dat je er een hele positieve kijk krijgt naar bepaalde dingen. Natuurlijk heb ik angsten, maar angsten zijn meer om. Goed zo, kom maar. Ja, net zoals iedereen denk ik, om de dingen kwijt te raken die het meest liefst zijn. Zoals goede vrienden, zoals Mikey. Maar ik denk dat het normale menselijke angsten zijn. Dus het is niet zozeer bang echt ergens voor. Niet omdat ik bang ben om op straat te lopen, daarom ben ik gaan boksen, absoluut niet. Het is niet om zelfverzekerder op straat te zijn, want je hebt altijd baas boven baas. En je kan altijd iemand tegenkomen die sterker is dan jij. Dus daarom moet je niet gaan boksen. Iedereen had echt zoiets van jij boksen, doe je even normaal man, je bent er geen personen voor. Mijn moeder vindt het ook niet echt leuk, mijn vader vindt het wel leuk, die vindt het wel, die is wel een beetje trots op mij dat ik het doe. Maar wat ik heel vaak boksen gehanceerd met een individuele sport. Momenten zeg maar dat je het moet doen wel, je moet wel zelf zeg maar de prestatie leveren op een wedstrijd.
een hele voorbereiding ervoor. Dat is echt met een team gebeuren. Train met de hele groep. Je moet elkaar stimuleren en je moet vooral op elkaar vertrouwen als je gaat sparren en dergelijke. Dus je krijgt toch een hele sterke band. Je weet gewoon dat wanneer je gezinnen hebt en je gaat toch, dat je je daarna heel goed voelt. Dus met die instelling ga je heen. Nou, ik heb gezin, maar ik ga toch mee heen. Als ik getraind heb, voel ik me goed. En dat voel je echt goed. Zoals gisteravond voel ik me heel goed na de training. Ik voel me heel lekker, heel ontspannen, rijd lekker rustig naar huis. Muziekje op, kom ik thuis en dan ben ik klaar. Ik wil graag verder gaan met het boksen. En ik wil zometeen met de jongeren gaan werken die moeilijke tijd hebben gehad of nog steeds hebben. En om ze daarin te steunen en ze de goede weg te zetten, zeg maar. Een goed steuntje in de rug te zijn voor hun, zodat ik ze kan helpen. En met dezelfde problemen die ik heb gehad, zeg maar. Dus dat is wat ik graag wil doen. Ik moet mezelf motiveren door gewoon te gaan. Gewoon zeggen, gewoon gaan, gewoon doen. Daarna voel je je goed. En dan kom je ik zat vanavond uit te denken. Ja? Ik denk, die sport bindt wel zeker mensen. Ja, sport kweekt vriendschap. Je hebt gewoon respect voor elkaar als je daar op de sportschool bent. Mooi. Het geeft het je gevoel dat je ergens bij hoort, omdat je het met een groepsverband doet. Je bent daar met het min of meer met hetzelfde bezig. Alle twee kanten gaan bewegen. Ja. Je staat links, hij staat links, je staat terug. Kom je de rechts direct, linkhoek, rechtsop staat na. Ja, dus het links, terug, rechts, op, hoek. Oké, dat is de pap, en dan weer links. Niet te ver gaan, blijf in de buurt. Hij stond, jij stond, overnemen. Go, jump! Jump! Kom maar overnemen, waarom? Feitje bij, niet feitje, kom maar doorwerken dan. Het zit van alles. Het zit van alles binnen. Er zijn badvakkers, er zijn mensen die bij de bank werken. Er zijn mensen die, weet ik veel, loodgieters, schoonmakers, studenten. Wat dan ook. Wat je maar bedenkt, het loopt. Loopt het binnen. Het is één grote, het is een mix. Iedereen wordt dezelfde gewaardeerd. Of je nou dan hoog zit, of je dan rijk bent, of je dan de armste bent. Wat dan ook. Iedereen zit op hetzelfde niveau.